Anderlecht even met 10 voor. Twan Boussoufa herstelt. Op, het is 2-0. Vasilevski. Zijn tweede kopbalgoal van het seizoen. Brussel laat zich afproeven in de lucht. En Nijs, ja, die kan dat allemaal niet geblust krijgen. Boussoufa nog altijd geblesseerd aan de kant bij Jérôme Effon. Een solo, de vierde official en Frankie Bekouter. De voorzet schitterend. En dan daar in het centrum worden ze weer afgetroefd. Carbo. Vooral met Lepostelec. 2-0. Anderlecht kan bij wijze van spreken al gas terugnemen. We zijn 20 minuten bezig. Zelfs iets minder.